request, mensen. Niet overdreven natuurlijk. Wat een slecht nummer was dat eigenlijk. Ik heb nog een vraag aan jou, Ruud. De vraag van Jimmy Gemma. Oh, wacht even. Dat zit ook weer een jingle voor. Eén keer in de week komt-ie. Ja, ik kan hem naar boven. Oh ja, ik heb hem. Ja, mensen, daar is hij. U dacht, waar blijft hij? Daar is hij weer. De vraag van... Wie kippen? Ruud, waarom dacht jij, ik ga meedoen aan dit programma? Want je wist nog niet wat het was. Wat extra weekend? Of bedoel je... Nee, aan Big Brother. Wat was jouw intentie? Waarom dacht jij, leuk, ik ga je ermee doen? Waarom ook mee heb ik gedaan aan Big Brother? Ja, je moest je toch inschrijven en zo? Ja, ik heb het net al een beetje verteld, maar... ze zochten 8 mensen die... of 10 mensen zonder de westerse luxe zou kunnen leven in het huis. Ja, het is een soort survival. Je zag het als een survival, hè? Dat zei je net. Tuurlijk, zeker. Ik had gezorgd voor India en Zuid-Amerika, Cuba, Thailand, noem maar op. En dan 3 maanden zonder de westerse luxe in een huisje zitten, ja, dat is... Dat was wel op mijn lijf geschreven natuurlijk, echt waar. Ik dacht, dat moet ik gewoon doen. Af en toe komt er een trein voorbij, denderen, en dan moet je gewoon instappen, weet je wel. Maar die inschrijving, die heb je niet heel serieus ingevuld, schijnt. Nee, niet serieus. Ik heb gewoon een paar dingen ingevuld en ik dacht, dat is gewoon een grapje, weet je wel. Maar aan de hand daarvan dachten ze, hé, dat is een leuke gast, die gaan we, die wordt het. Ja, inderdaad, ja. Man. Het is gewoon een uit de hand gelopen grapje. En vorig jaar zat ik in het huis en er was geen weg meer terug. Maar er is een screening geweest ook. Ja, heel heftig, hè? Want hoe ging dat dan? Hebben ze daar echt verteld wat het uiteindelijk zou gaan worden? Dat je echt 100 dagen zonder tv, zonder radio... Het is zo dat de eerste keer moest je ook naar het Mediapark hier komen. En er stonden 3000 man en dan moesten we allemaal rond de tafel gaan zitten. Met kaarten gaan spelen, allemaal cameraploegen eromheen. Die ging je een beetje filmen. Met kaarten gaan spelen? Ja, dat moest je een beetje een huisje maken en zo ook een kaarten. En dan ging er omheen liepen allemaal cameraploegen. En die keken dan of jij een gezicht had voor tv of zo, weet je wel. Oh, nou, echt waar? Oh. Ja, dat was de eerste selectie dan. Nou, de tweede selectie was een... een zeer zwaar gesprek met 3 psychologen. Want als je natuurlijk als een halve gek in het huis gaat zitten en je gaat iedereen in elkaar slaan, ja, dat schiet ook niet op. Dus je moet een beetje bedaard, rustig zijn en alles onder controle hebben. Toen zijn we nog een dag naar Papendal gestuurd voor conditietest. Bloed nagekeken, op HIV, je ogen, je oren, je conditie. Nou, huppakee, dan was ook klaar. Nou, toen was ik door de selectie heen. Dat was het. Dat was het. Nou, ik vind het nogal een heftige selectie, hoor. Ik vind het heel heftig. Ja, dus heb je ook nog inwendig onderzocht met een hulp? Is er veel bukken, meneer Ruud? Nee. Ik heb niet gebukt. Jeetje, dus ze hebben je echt van top tot teen onderzocht of je ook een kop voor tv had? Ja, inderdaad, ja. Maar ook de rug voor ook een linker tepel voor tv. Ja, ik heb nog een gesprekje gehad met Hummie van Tonnekreek, geloof ik. Ja, Hummie. En dan moest je jezelf kunnen profileren, weet je wel, in een paar minuten. En dan een cameraploeg op je... Nou, daar ging Ruud. Hoe deed je dat? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Wat een goed verhaal. Ik wist helemaal niet dat die screening zo... Ik weet wel dat er een gesprek werd gevoerd, maar ik wist niet dat het zo heftig was. Het waren echt heel heftige scènes, hoor. Wauw. Nou, we gaan straks nog veel meer dingen varen. We hebben ook nog... we hebben echt de 5 vragen. Ja.